Het ooit zo succesvolle Ik hou van Holland leidt onder tanende kijkcijfers en dreigt een financiële last te worden, volgens oud-SBS 6-baas Tina Nijkaamp. Linda de Mol, eens de koningin van de Nederlandse televisie, ziet haar show niet meer domineren en zelfs Helene Hendricks overtreffen op SBS 6. Nijkaamp onthult dat het nieuwe seizoen teleurstellend presteert met slechts 677.000 kijkers en een schamele 9,2% marktaandeel. Het lijkt erop dat het format uitgewerkt is en financieel niet rendabel, waardoor het programma mogelijk geld kost in plaats van oplevert. Volgens Nijkaamp hebben quizzen en panelshows zoals Ik Hou van Holland hun glans verloren in 2024, en de kijkers verlangen naar echte, ongekunstelde televisie. Ze wijst op het succes van programma's zoals Een Huis Vol, die meer authenticiteit bieden. Zelfs de verhuizing van het programma van André van Duin, bij Van Duin op de Achterbank, van vrijdag naar zaterdagavond heeft geleid tot teleurstellende kijkcijfers slechts 596.000 kijkers. Nijkaand benadrukt dat het tijdperk van grote tv-sterren mogelijk voorbij is en de voorkeur van het publiek nu uitgaat naar oprechtheid en echtheid op het scherm. Zelfs de populaire André van Duin lijkt moeite te hebben om zijn kijkers vast te houden in deze nieuwe televisietijden.